Ah, meteen al. Ja. Dag, ik ben Frans Holraven. Hallo. Hoi, staat hier aan? Ja. Van waar zijn jullie? Soldaat van Oranje, seizoen 2 alweer. Maar nu is het de première van de tweede soldaat, Julian Lohman. Waarom heb ik altijd gevoeld dat mijn leven op drijfzand stond? Nu heb ik dus blijkbaar een doel waar ik een stap zet voor de grond. Je kunt wel eeuwig blijven wachten op de toekomst. Het is nou pauze en nu sta ik voor de onmogelijke uitdaging om in deze menigte Matteo van der Grijn te zoeken en te vinden. Want ik moet weten wat hij van Julian Lohman, zijn opvolger, vindt. Kom, Huip. Vandaag dan Julian Lohman. Zie je hem vandaag voor het eerst? Ja, ja. Heb je hem niet gecoacht bij het ontwikkelen van zijn rol? Nee, dat is helemaal aan hem ook om die rol opnieuw te maken. En hij heeft weer met Teun Boermans gewerkt. Ja. Dus het is ook niet dat hij dan zeg maar moet doen wat ik deed. Hij moet opnieuw ontdekken wat hij er allemaal mee kan. En dat ook op zijn manier invullen. Ja. En dat is hij ontzettend goed aan het doen. Vergelijk je eigenlijk dan anderhalf uur lang? Nee. Nee, ja, je zit onbewust zit je natuurlijk in je hoofd, omdat je dat zelf 280 keer hebt gespeeld. Ja. Maar ik probeer het gewoon uit te zetten en gewoon lekker te kijken. En ik heb echt een hele fijne avond, ja, tot nu toe. Is het voor jou een afgesloten hoofdstuk? Ja, ik heb weer andere verplichtingen, dus ja. Dat ga ik doen. En, maar mis je het? In die zin. Ik heb nu een maand vakantie gehad in Italië. Dus dan mis je het even. Precies, niet. Dat was gewoon heerlijk en had ik ook echt... Ja, daar had ik echt zin in, met mijn kleine dochtertje en mijn vriendin. Dat was heerlijk. Maar ik denk dat nu ik weer thuis, eergisteren teruggekomen, ik ga het wel missen. En de collega's, en het is gewoon mijn huis geweest een jaar lang. Morgen is vandaag, als ik nu de sprong niet maak, dan blijft het een illusie. Lever aan de vuur, lever aan zijn laatste vuur. En zoek je plek in het leven. De keuze voor Julian Lohman, wat gaf de doorslag? Nou, de doorslag gaf dat hij een hele goede auditie deed. En zowel qua uitstraling en qua zangkwaliteit en qua acteerkwaliteit. Heel dicht bij datgene kwam wat ik mij had voorgesteld. Dus uiteindelijk was het de beste kandidaat die uit de audities kwam. Ja. Wat ik heel erg bewonderenswaardig vind aan Julian is de manier waarop hij zich heeft ontwikkeld in de afgelopen maanden. Toen ik hem voor het eerst zag, toen had hij nog een klein accent. En hij heeft zo keihard gewerkt om zich daardoorheen te slaan. En om nu gewoon echt met prachtige Nederlandse volzinnen gewoon mensen ook tevoren te kunnen staan en weet ik wat allemaal. Ja, tuurlijk, zijn roots liggen ook in Nederland. Dus, maar dat, ja, ik vind het fantastisch hoe hij dat doet. Hij doet me niet denken aan de eerste soldaat. Laat ik het zo zeggen. Nee, maar dat is ook niet de bedoeling. Je moet natuurlijk nooit met een nieuwe cast zorgen dat je de andere gaat kopiëren. De bedoeling is dat natuurlijk al die rollen van hunzelf worden. En de echte Erik bestaat alleen maar in het echt. En die is inmiddels overleden. Dus het is altijd een interpretatie van de rol. En dat heeft natuurlijk heel erg te maken met de acteur die het speelt. Maar ik vind dat Julian beslist niet onderdoet voor de eerste. Het hangt er vanaf welke audities je doet en welke keuzes je maakt en dergelijke. Maar ja, nu heb ik de kans gekregen om hier bij Soldaat langer aan te blijven. En dat is ook helemaal te gek. En daarna ga ik door naar Gebroeders Leeuwenhart. Ja. Dus tot en met april ben ik nu lekker bezig. Ik heb absoluut auditie moeten doen. Ik doe mijn laatste jaar op school nu. Vorig jaar deed ik mijn derde jaar. Toen heb ik als stage Spring Awakening kunnen doen. En ik doe nu deze. En het is een gigantische eer die me te beurt valt. Omdat je toch maar even in, ja, om te beginnen, dit gigantische decor staat. En een show die heel wat faam heeft kunnen verwerven. Ja. En ik vind het een eer om hier toch maar ook als kleine Belg in te staan. Ja. Leg me even uit, je bent nou Swing. Wil dat zeggen dat jij vandaag de ene rol speelt en morgen de andere of helemaal niet? Dat zou kunnen. Je weet het nooit van tevoren. Behalve als mensen vrij hebben, dan weet je van tevoren ik speel dat of dat. Maar als mensen ziek worden, dan
dan zou het zomaar kunnen dat ik 's ochtends hoor wat ik 's avonds moet doen. Of zelfs binnen de show, dat ik binnen de show ineens op moet voor iemand anders. Dat kan allemaal gebeuren. Je hebt geen agenda van morgen speel ik zus, die track en overmorgen die. Je wordt wakker en dan krijg je een telefoontje en dan zeggen ze, Paul, je speelt. Ja, ik speel vandaag Nieuws of ik speel vandaag iemand anders. Je bent natuurlijk gecatapult van het minuscule Spring Awakening naar dit grootste spektakel. Absoluut. Kun jij je weg hier vinden in dit doolhof? Nou, om eerlijk te zijn, ik was de eerste week echt mijn weg heel vaak kwijt. Dan sta je ineens backstage ergens en dan denk je, moet ik nou naar links of naar rechts? En dan weet je dat je cues hebt en dat je die moet halen en dan wordt er heel wat gerend. En elke track heeft een nummer of heeft een... Nee, een naam. Een naam van de persoon die het origineel speelt. Oh, dus de track Gijs Geers. Bijvoorbeeld. Ja, die heb ik afgelopen zondag gedaan. Wordt er gerend van decor naar decor? Ja. Is dat hoorbaar in de zaal? Ik hoop het niet. Nee, er moet absoluut gerend worden, want deze show zit vol snelverkledingen en heel snelle wissels. En die moeten allemaal gehaald worden. Wanneer ben je zo opgeklommen in Soldaat van Oranje dat er een track Paul Keizer bestaat? dat is, ik ben nu juist teruggegaan, want ik zat op een Paul Keizer track. Even, over een jaar zal Soldaat er nog steeds zijn, zoals dat nu loopt. Ben je dan weer betrokken bij het casten van de derde Soldaat? Ja, daar zal ik zeker bij betrokken zijn. Ik bedoel, laat het niet los? Nee, en natuurlijk ben je niet. Aan een contract gebonden? Nee, dat is, uiteraard zijn dat ook contractuele afspraken. Maar ik vind ook zelf dat ik de kwaliteit van de voorstelling moet bewaken. Ik bedoel, dus ik wil daar altijd bij zijn. En, omdat ik natuurlijk ook dat soort beslissingen moet nemen. Ja. Nou, de Soldaat komt eraan. Ja, dankjewel. Okay. Graag gedaan. Tot ziens. Graag gedaan. Ik sta niet meer stil bij de tijd, totdat die verstreken is. En ik weet alleen nog met zekerheid, dat niets meer zeker is. Je kunt wel eeuwig... Voor mij kom je helemaal uit het niets hier in Nederland terecht. Klopt dat? Voor jou en voor iedereen. Ja. Dat klopt, ik ben uit Oostenrijk, kom uit Wenen. Mm-hmm. En het is mijn eerste baan in Nederland. Ja. En ook in het Nederlands eigenlijk. Maar je Nederlands is erg goed. Je hebt de Nederlandse nationaliteit? Nee, ook ik heb de Oostenrijkse nationaliteit, maar ik ben half Oostenrijks, half Nederlands. Aha, je hebt niet in 3 weken ook Nederlands geleerd naast de rol van de soldaat? Nee, dat heb ik wel lange tijd. De vraag, wat vond u van de musical? Nou, ik moet natuurlijk even van tevoren zeggen dat ik niet een grote expert ben op musicals, nietwaar? De enige musical die ik hiervoor gezien heb is Turks Fruit. Ja. Dus ik ga van Turks Fruit nu naar Soldaat van Oranje. Dat is een sprongetje. Ja, nou nee, dat nou niet, want die sprong heb ik ook gemaakt zelf natuurlijk. Maar dat is het enige wat ik weet eigenlijk een beetje. En ik vond het heel spectaculair. Ja. Ja, heel internationaal in zijn vista. Hoe het zich aan je presenteert enzovoort. Ja. Wat wist jij van Soldaat van Oranje? Voordat je hier betrokken Ik ken het hele verhaal. Ja? Want ik heb de film gezien toen ik 15 was. Het was mijn eerste Nederlandse film. En toen heb ik hem van mijn oom gekregen. Want ik wilde Nederlands leren. En dan zei hij, je moet wel deze film kijken. Want als je die film kijkt, dan er wordt ook heel veel Duits gesproken. Dus je hebt wel een gevoel van succes. Dat je de hele film kan begrijpen. Ja. En daarom heb ik zo laat van de rand gekeken. En ik kende het hele verhaal. Ik zou het zelfs heel filmisch willen noemen. Ja, nou ja, ja ook. Natuurlijk, maar het is een... Ja, daar heb ik niet eens over nagedacht. Nee, want het zijn natuurlijk toch voor mij... Ik vind het meer vista's, noem ik het dan. Ja. Omdat je daar gewoon... Je zit er ook tegenover. Wat dat betreft heeft het meer de wijsheid van een Lawrence of Arabia, zeg maar. Ja. Niet van soldaat. Soldaat heeft niet dit. Dus eigenlijk wat kleiner. Maar hier krijg je van die grote... Omdat het hele alles om je heen is. Dus een beetje... Een beetje IMAX-achtig is het natuurlijk ook. Hè? Ja. En... Dus dat is allemaal heel goed gedaan, vond ik eigenlijk. Met al de dingen die dan, of het nou het vliegtuig is of het water of zo, dat was allemaal, is nog nooit gedaan hier volgens mij. Nee. En ik weet eigenlijk niet of dat in Duitsland ooit gedaan is. Het succes van de musical, was je daarvan op de hoogte? Jawel, want een collega van mij is de beste vriendin van mijn vriendin. En zo ging dat, dus ik wist het wel. En ik was al een tijdje in Nederland, dus dat krijg je wel mee dat het wel een groot succes is. Hoe het verhaal verteld wordt, hoe vindt u deze opbouw?
Nou, ja, ik heb me er door aan overgegeven, nietwaar? Kunt begin, u dat? Gewoon ja, overgeven? Nou, in het begin dus niet. Dat lukte helemaal niet, want dan dacht ik, ja, maar deze persoon moet zo en die persoon moet zo. En dan, waarom doen ze dat? Waarom veranderen ze het? Mm-hmm. En, maar als je dan op een gegeven moment daar overheen stapt en denkt, nou ja, goed, dus ze hebben gewoon andere keuzes gemaakt dan ik uit het boek natuurlijk. Mm-hmm. En dan ga je er ook mee met die twee, met name is natuurlijk die twee vrouwen zijn anders en, nou ja, dat is... Dat de twee vrouwen in de film zijn eigenlijk totaal anders dan de twee vrouwen hier. Dat is eigenlijk het grootste verschil. In het begin dacht je, die rol is voor mij? Ja. Dat is zo? Nou, Bout. Nou, het is moeilijk om te zeggen van dat is voor mij. Ik heb het gezien in januari en ik dacht, wat een ontzettend musical. Wat een verhaal, wat een decor, wat een musical, wat een muziektheaterstuk. En ik zag de voorstelling en dacht van, nou, dat wil ik wel spelen. En ik zag mezelf erin ook. Dus ik dacht van, wauw, ik heb heel veel samen met Erik Haaslof. Heel veel dingen waar we echt op elkaar lijken, wat ik kan vinden. Hoe staat u tegenover de liedjes? Vindt u die het verhaal verstoren? Of vindt nee, niet verstoren. Misschien ook niet zo erg helpen, maar... maar... nee, ik was soms eigenlijk vaak meer beïndrukt door de ensenering en de staging, hoe alles gechoreografeerd was en hoe simpel sommige scènes waren. Bijvoorbeeld een hele mooie scène aan het eind waar hij afscheid neemt van de koningin, niet waar? Mm-hmm. Dat hij daar tegenover haar staat. Ja. Dat is wel ook zoals met Erik gegaan is natuurlijk. Ja. Zij had het inderdaad aan hem aangeboden of hij personeel adjudant wilde worden van haar. En dat heeft hij toen eigenlijk niet gedaan. Hij heeft het nog 2 maanden gedaan en daarna zei hij, ik wil naar... Nee, ik niet meer hoor. Ik wil naar Londen, ik wil naar Amerika en dan is hij weggegaan eigenlijk. Maar dat is mooi gedaan, vond ik dat. Een mooie scène ook. Goed gedaan van Anne-Wil Blankers. Hè? Ja, was emotioneel, vond ik mooi. Het is nog steeds werk, want ik ben er nog steeds niet waar ik wil zijn. En dat duurt zeker nog voor mijn gevoel dat ik het gevoel heb, nou, nu is de rol echt voor mij. Het is wel een proces. En ik heb natuurlijk die ongelofelijke drempel met mijn taal. Dus dat heeft me heel lang bezig gehouden in het begin. Dat ik echt, want ik wil gewoon zo goed mogelijk Nederlands kunnen spreken. En dat is belangrijk. Ik vind het heel erg belangrijk, zeker in deze show. Als u in Hollywood een kans krijgt een musical te verfilmen. Nou, dan zou ik wel aarzelen, want ik ben er geen expert in, denk ik. Maar ja, u kunt alles aanleren. U hebt ook een science fiction verhaal. Ja, en ik heb Showgirls ook gemaakt natuurlijk. Maar ik denk dat ik het wel aan zou durven als ik een muzikale persoon naast mij heb die talentvol is. Ja. Dan zou, maar om het in mijn eentje te doen, zou ik niet durven. Maar het zou u wel boeien. Je zou het wel leuk vinden om te doen. Ja, absoluut. Ja, nee, zeker. Dat was de bedoeling ook met Showgirls, maar dat is eigenlijk allemaal instrumentaal geworden nu. Hè? Als ik Oostenrijk denk, dan denk ik 20 jaar lang Elisabeth in Wenen. Nou, het is ook een klein wereldje, zoals in Oostenrijk. Dus het is best, alles wat musical is in Wenen eigenlijk. Het is best een overzichtelijke wereld. En ik moet eerlijk zeggen, ik ken natuurlijk acteurs die vanuit Nederland naar Oostenrijk kwamen. Mm-hmm. Zoals Pierre Douwes of Annemieke van Dam, die vanuit Nederland naar Oostenrijk kwamen en naar Duitsland. Ja. Dus het is wel, ik vind het een goede exchange programma dat we dat doen. Dat ik juist nu van Oostenrijk naar Nederland kom. Oké, wij staan musical acteurs af van Oostenrijk. Wat breng jij ons in Nederland dan? Ik ben een nieuwe soldaat. Ja. Dat ben je zeker. Ja. Ja. En wat voor voetafdruk wil je in Nederland achterlaten, ten slotte? Ik hoop dat ik gewoon zo lang mogelijk mensen kan raken met dit stuk. En dat is mijn doel eigenlijk. Vandaag is al een goed begin. Dankjewel. Ik dank jij wel. Succes. Tot de volgende keer. Dank je. Dankjewel. Hartelijk dank. Prettige avond nog. Dankjewel. 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 Dankjewel.